Klopt het nou dat je ook zelf heel lang niet hebt geweten wie er in de kist zat? Dat was toch op een gegeven moment zo'n vraagstuk? Jawel. Dat Appie in de kist keek, zat iets heel engs. Maar dus nooit laten zien wat erin zat. En ik dacht, volgens mij weet je het zelf. Jawel. Ja? Ja, zeker. Want wie dan? Eén mysterie, duizend vragen. Dit is het huis. Anubis, meer geheimen. Alle dagen, dit is het huis. Anubis, kom weer stappen en beluister de geschiedenis. Eén mysterie, duizend vragen. Dit is de Anubis Fan Podcast. Roos, jij hebt heel veel vragen binnengekregen. Ja, in deze podcast staan natuurlijk de fans best wel centraal. Ik heb de afgelopen weken honderden, en ik maak echt geen grap, honderden vragen binnengekregen via socials, mail. En die heb ik gebundeld met de leukste, uniekste en meest gestelde vragen. Dus zullen we anders gewoon gelijk beginnen met de video? Leuk. Ja, ja, leuk. Dit is, als ik het goed uitspreek, Pommelade of Pommeleet. Die heeft de allereerste vraag. Beste huis Anubis, my childhood. Hoe zijn jullie eigenlijk op het verhaal gekomen? Ja, dat is echt een vraag voor al natuurlijk. Die heel veel gesteld is. Leuke vraag. Nou, het verhaal is eigenlijk begonnen toen ik een krantenartikeltje las over de tombe van Toetankhamon. En daar waren allemaal hele spannende mysteries omheen bedacht. Want er waren archeologen ingegaan. En daarna ging het, de stroom ging uit in Cairo. Een hond ging dood. En ik vond dat zo spannend. En dit is echt gebeurd. Dit is echt gebeurd. Maar vanuit daar dacht ik, oh, dit is te gek. Dat ging helemaal zo leven van, er is een archeologe echtpaar, die was erbij. En die hebben iets meegenomen. En daardoor is er een vloek ontstaan. En dat was eigenlijk het hele begin van het mysterie van Anubis. Oké, en toen ben je dat gaan schrijven. Het verhaal lag er, was er. Ja, en je maakt natuurlijk een serie met heel veel fantastische mensen. En in eerste instantie had je natuurlijk Nickelodeon en Studio 100 die dit geïnitieerd hebben. En toen was dus dat verhaal van Egypte. En eigenlijk een eigen verhaal vanuit mezelf. Van toen ik kind was en een geheim had doorverteld. En diegene had mij beloofd om dat aan niemand te vertellen. En de volgende dag wist de hele school het. Ja, en dat was super heftig. Want ik vertrouwde daarna ook niemand meer. En daarna ging het ook echt over, maar kan ik ooit nog iemand vertrouwen? Dit klinkt al heel erg als een nieuw is, ja, inderdaad. Ja, ja, nou precies. En die basis, die met het Egypte-verhaal, die twee dingen, die vormen eigenlijk het huis Anubis. En toen, je had dat verhaal. Ga je dan naar Nickelodeon toe, naar Studio 100 toe, van dit wil ik maken of hoe? Nee, eigenlijk kwam er al vanuit Nickelodeon en Studio 100, was al het idee van een nieuwe serie te maken na Zoep. Zoep, ja, was toen op, ja, de opzender. Zij wilden heel graag een nieuwe serie. En vanuit daar ontstond dat idee. Dus. En de personages dan? Hoe ben je daarop gekomen? Of was dat makkelijk erbij bedacht? Wist je meteen, het moet een internaat zijn met jongeren? Waar kwam dat stukje dan vandaan? Die persoon. Want ik weet nog dat het eerst Campus 10 heette. Ja, het was ooit Campus 10. Er lag ook een idee bij Studio 100 over een campus, over een internaat. Dat was eigenlijk puur het idee met personages. En daarna is er eigenlijk dat mysterie gekomen en allemaal nieuwe personages. En vooral vanuit wat past er nou het beste bij het mysterie? Wat past er het beste bij dat vertrouwensverhaal? En de personages heb ik eigenlijk gewoon, ja, overal vandaan geplukt. Het zijn mensen uit mijn eigen leven. Mijn broer bijvoorbeeld is Appie. Ja. Ja. Dus ja, het zijn allemaal mensen die ik allemaal in mijn leven zijn die ergens langskomen. Een buurman waar we altijd gingen belletje trekken. En dan gingen we wegrennen. En dan kwam hij achter ons aangerend. En dat dan waren Victor. We super bang. Dat is Victor. Ja, ja, dus oh ja. Dus die personages, daar heb je echt wel een beeld van. Maar dan moet je nog de juiste acteurs zoeken bij dat beeld wat jij in je hoofd hebt gemaakt. Ja. Hoe, ja, hoe ging dat? Hoezo ben ik amper geworden? Nee hoor. Maar hoe ging dat? Nou, wat heel leuk is, is ik was al een jaar aan het schrijven. Dus ik kende die mensen heel goed. Als ik met ze uit eten zou gaan, wist ik precies wie wat zou bestellen. Oh ja, ja. Zo goed kende ik ze. Ja. En dan moet je dus gaan casten. En dan, ja, dan is het heel spannend. Want jij kent die mensen al zo goed. En dan is het van wie komt er binnen. En dan is het ook letterlijk zo dat er soms iemand binnenkomt. En dat je denkt, ja, maar dat is Amber. En bijvoorbeeld Nienke, die
ja, die was natuurlijk de hoofdpersoon. Dus daar lag ook best wel wat druk op. En na een aantal castingdagen dacht ik, ja, maar ze komt niet, ze komt niet. En op een gegeven moment kwam Loek binnen. En toen, ze gaf een hand en het was gewoon, ja, dit is Nienke. Ja, want je hebt ook nog heel veel vragen binnengekregen over de castingperiode. Ja, zal ik anders gewoon even video er weer bij halen? Ja. Even kijken. Dit is van Julie. Hey, hallo allemaal. Mijn naam is Julie. Ik ben een gigantische fan van Annemies. Wauw. En ik heb een vraagje. Nu lijkt het allemaal heel logisch dat Vincent Mick heeft gespeeld en dat Iris Amber heeft gespeeld en Loek Nienke enzovoort. Maar hoe is dat ontstaan? Hoe is dat proces in zijn werk gegaan? Hoe en wanneer wisten jullie Iris is de perfecte Amber? Of Lucien is de perfecte Fabian? Hoe ging dat proces? Wanneer wisten jullie dat is de juiste man of de juiste vrouw voor de rol? Ik ben benieuwd. Veel succes! Nou, je vertelde het net al een beetje. Bij sommigen was het meteen duidelijk. Bij de anderen was het wat spannender. Ik weet dat bij Fabian hebben we er best wel lang over gedaan om de perfecte Fabian te vinden. Appie was eigenlijk volgens mij ook, toen Ahmed binnenkwam, was het ook heel helder. Nee, maar dat duurde ook heel laat voordat hij de juiste kwam, hè? Nee, dat klopt. En Fabian is wel leuk dat je het zegt, want Lucien is een heel ander type. Ja. Dus als je hem ziet, denk je niet van, oh ja, dit is Fabian. Tegenovergestelde. Ja, maar toen hij ging spelen, toen was het van, ah ja, dit is Fabian. Ja. En Appie was een moeilijke rol. Want ook het clowneske wat hij heeft, de grappenmaker en de timing, en dat vind je niet zomaar. Nee. Dat is best wel. Dus dat duurde echt wel langer. Volgens mij kwam hij pas in een. Toen we al in België zaten, kwam hij pas. Toen waren wij al gecast, konden wij tegenspel geven. Want in de eerste keer casten in Amsterdam kwam die nog niet naar voren. Nee, klopt. Klopt. Dat weet ik nog wel. Ja, maar wat was dan het ding aan Iris waarvan je dacht, dit is Amber? Wil ik dat weten? Ja, ik wel. Ik denk de fans ook wel. Nou, we hebben destijds gecast bij Harry Klooster. En Iris, die had nog nooit gespeeld. En Suzanne Groen, die heeft nu een eigen castingbureau, Groencasting. Maar die was destijds, zat hij bij Harry Klooster. En Iris was kennelijk binnengekomen met een hele grote zonnebril. En castingfoto's. Ja, van hi. En Suzanne, die zei, we hebben er. En toen kwam ze binnen. En toen zei je ook nog één zin over de castingscène. Dat je vader advocaat was en die zou je wel even bellen. Ja. En toen was het ook meteen van, ja, dit is er. Ja, want wij hadden eigenlijk de rol, iedereen deed een beetje de rol van Nienke. En we wisten wel dat Farida, Mara heette eerst Farida. En we wisten wel dat er een Amber bestond. Maar je deed een beetje een soort algemene casting. Maar in een improvisatiescène zei ik van, toen Nienke tegen me zei, ja, daar heeft iemand in mijn dagboek gelezen, zei ik, nou, dan ben ik mijn vader, die is advocaat. En dat was blijkbaar, wist ik veel, maar echt een Amber ding. Ja. En ik denk dat ik toen ook wel een beetje in de Amber periode van mijn leven zat. Dat ik ook wel een beetje zo eruit zag, inderdaad, met zijn zonnebril. Ja. Ja, en dat is ook, naar aanleiding van de vraag, ja, dat is ook hoe je gaat casten. Je ziet mensen en, want Sven, die Jeroen speelde, die was ook best wel, dat was ook best wel een beetje typecasting, toch, Anubis? Wij leken ook, ja, ik weet niet of iedereen heel blij is als ik dat zeg, maar we leken ook wel een heel klein beetje op, behalve Lucien. Ja, we vergroten best wel een versie van jezelf uit. Ja. Nee, dat klopt. Niet alles, maar ja, nee, maar naar aanleiding ook van de vraag, het is een proces. Je ziet mensen binnenkomen. Je hebt het soms nog niet meteen. Ze gaan spelen en dan voeg je ze zo langzaam bij elkaar als een palet. Want je gaat ook mensen op een gegeven moment in duo's laten spelen. Dus je denkt eerst, oh, die zou wel een soort leuke dit kunnen zijn. Of een leuke Jeroen. En dan ga je ze in duo's laten spelen. En dan steeds meer komt het dan samen totdat je echt dat hele, die groep bij elkaar hebt. Het is echt een heel leuk proces ook om te doen. Oké, we hebben dus het verhaal, de acteurs. En dan gingen we naar Antwerpen, want daar werd het opgenomen. Hoe is dat voor jou, zo'n eerste draaidag? Als je fantasie, alles wat je bedacht, opeens echt ziet worden. Ging het zoals je het wou en hoe het in je hoofd had? Nou, het is sowieso natuurlijk een proces, al wat ik zei, van een jaar daarvoor. Met het schrijven, de juiste crew erbij, decor.
casting, styling. Dus je bent steeds aan het stapelen, zoals je ook aan het koken bent. Steeds meer ingrediënten. En die eerste draaidag was in het bejaardenhuis. Ja, dat weet ik nog, en ja. Ik ben toen huilend naar huis gegaan. Oh, nee. Dat weet ik nog. Ja. Want? Het was zo mooi? Nee. Oh. Het was een scène tussen Nienke en Fabian met dat medaillon van Sarah. En op de een of andere manier vond ik het te serieus. Ik had heel erg... Je moet heel erg zoeken nog naar de tonen. Van ja, maar het is wel een jeugdserie. En ik weet nog dat de regisseur... Die toen op de set stond, zei... Ja, maar jij bent nu al een jaar dag en nacht met dit verhaal. Jij moet het nu even loslaten. Vertrouwen, dan gaan we weer. Ja. Ja, en toen ben ik naar huis gereden. Toen heb ik de hele weg naar Rotterdam woonde ik toen. Heb ik echt zitten huilen. Maar ook omdat ik... Maar je gevoel klopte ook wel een beetje. Want met alle respect, maar die regisseur heeft er ook niet heel lang gezeten. Want die begreep jou ook niet helemaal. En Dennis, een van de andere regisseurs van Eus, begreep jou wat dat betreft veel beter. Dus je tranen waren ook niet helemaal voor niks. Nee, dat klopt. Wat goed dat jij dat nog weet. Ja. Nee, dat klopt. Ik ben toen samen met de producent naar Dennis Bots gereden in Bussum. En toen hebben we hem daar gevraagd of hij alsjeblieft... want Dennis kende ik van Zoep. Of hij alsjeblieft naar... En het is wel heel leuk dat Dennis komt zo ook nog even aanschrijven. Ja. Er zijn ook nog vragen voor binnengekomen. Maar zijn er nog vragen ook over... Ja, zeker. Een van de mijn favoriete video's wel. Die zijn van Diewertje en Joya. Hey prutsers! Mijn naam is Diewertje en ik ben 13 jaar oud. Mijn naam is Joya en ik ben 15 jaar oud. En... Eén mysterie, 1000 vragen, dit is de vraag voor jullie. Hoe was het achter de schermen waar jullie niet aan het filmen waren? Doei, prutsers! Ja, hoe was het eigenlijk achter de schermen? Ja, eigenlijk, wij waren heel jong. Dat moet je even in oogschouw nemen. En wij hadden er heel veel zin in. Wij hadden heel veel lol met elkaar. Soms iets te veel. En dan kijk ik al even aan. Wij zijn op een gegeven moment ook wel een beetje verwittigd. Van jongens, jullie zijn wel aan het werk. Laten we het serieus houden. We hadden namelijk heel graag de slappe lach. Maar het was ook zoeken. Want we waren, zoals ik al zei, jong. We waren 18. En eigenlijk is dat een leeftijd dat je een beetje op zoek gaat naar je eigen identiteit. Maar wij waren eigenlijk alleen maar bezig met iemand anders spelen. Mm-hmm. En wat haar of zijn identiteit was. En hoe je dat het beste kon vervullen. We waren dus ook een beetje typecasting. Dus je had ook echt wel 8 totaal verschillende types. Dus ik zou niet ontkennen dat het niet altijd alleen maar roze geur en maneschijn was. We moesten echt met elkaar door één deur. En dat was soms hard werken. Maar wat overheerst is wel dat we echt een stel leuke, gezellige pubers waren. Die echt ontzettend veel lol hadden met elkaar. Maar we waren ook... ambitieus. We wouden ook, en dat denk ik dat je dat ook wel op een gegeven moment terugziet. We wouden, je moet je niet de eerste paar afleveringen kijken van Anubis, maar een beetje zo rond seizoen 2. We wouden het allemaal heel graag heel goed doen. We wouden ons bewijzen, we wouden dat dit slaagde, we wouden dat het geloofwaardig was. Dus zodra we iets moesten doen, was dat ook wel echt heel serieus en gingen we er ook 100% voor. We hebben ook echt heel hard gewerkt. Ja, en vergis je niet, hè? Jullie kwamen bijna allemaal vers van huis. Ja, niemand woonde nog op zichzelf. Voor toen het eerst in Antwerpen ook nog eens daar bij elkaar wonen. Ja. Een fulltime baan. Mm-hmm. En dan bedoel ik ook echt fulltime. Want jullie zaten om 6:30 al in de make-up. En de hele dag door tot 7:00 s'avonds. Ja. Dus jullie hadden nog nooit op jezelf gewoond. Nee, dus er kwam veel op ons af. Mm-hmm. Dat is waar, maar wel ook... je kan het een beetje vergelijken met het studentenleven. Dat was onze studententijd. Je zat met z'n allen... We woonden niet met z'n allen in één huis... maar je zat wel met z'n allen in één bubbel... omdat je in Antwerpen woonde. Je werd heel snel elkaars familie. En dat zijn we volgens mij nog steeds wel. Het heeft enorm gebonden, zo'n periode. Ja. Mooi. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen praten, maar volgens mij is dit wel een beetje algemeen hoe we er allemaal in staan. Ja, maar als jullie dan niet op set waren, deden jullie dan in jullie vrije tijd ook dingen met elkaar? Ja, borduren, punniken. Nee.
Nee, we waren 18. Dus wij gingen ook gewoon heel graag de stad Antwerpen. Karaoke. En dan kwamen ze weer heus en met wallen op de set. En dan gingen wij weer naar beneden van jongens. Ja. Dit kan echt niet. Deze wallen zijn nu echt te groot. Wij waren om 7 uur thuis. We hadden echt geen zin meer om te koken. Dus dan gingen we een soort dagschotel halen op de grote markt in Antwerpen. En daar tegenover zat de karaokebar. Nou ja, grote jongen als je 18 bent, dat je dan braaf netjes naar huis gaat. Nee, we deden nog even 1 liedje. En dat ene liedje werden er 2, er werden er 3. Dat ene biertje werd er ook weer 2, 3. En dan, oeps, we moeten morgen weer op. En dan gingen we, ik durf het bijna nu nog niet hard om te zeggen. Dan gingen we gewoon wat later naar bed. Maar we trokken dat wel aardig. En als het te erg uit de hand liep, dan kregen we ook wel op onze lazer. En dat moest ook. Maar we hebben heel veel, zijn gewoon uit geweest in onze vrije tijd. En heel veel vrije tijd hadden we ook niet hoor. Want heel snel kwamen de theatershows, de films, meet and greets. En dat was dan allemaal in het weekend en door de week draaide. Ja, het was voor jullie, het was voor iedereen. Het was echt hard werken. Ja. Ja. En had je in die tijd ook wel onzekerheden? Want ik kan me voorstellen, je bent jong, je zit inderdaad in een ander land. Ineens heb je deze baan. Ben je daar ook onzeker over geweest? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel, wat ik zei, we wouden het ook allemaal heel erg goed doen. Ik had nog nooit geacteerd en volgens mij gelde dat wel voor meer in de groep. Je had helscènes, je moet op commando kunnen gillen, verliefd zijn, zoenscènes. Gewoon vakgewijs had je daar je onzekerheden natuurlijk over. En als je 18 bent, heb je denk ik ook nog wel dat je gewoon onzeker bent überhaupt over jezelf en hoe je eruit ziet. Ik weet, voor Vreen en Lee, die moest echt knalrood haar, helemaal kort geknipt. En die werd daar weer heel erg onzeker van. Maar ja, dat was weer dienend voor haar rol. Mm. Dus dat deed je dan. Dus ja, je had allemaal van die kleine strukkelingetjes waar je wel even doorheen moest. En waar je jezelf ondergeschikt voor moest maken om die rol te dienen. Dus iedereen heeft er wel ook iets voor gelaten. Maar dat hoort erbij. Dat hoort ook bij het vak. Dat ik denk dat alle acteurs dat kunnen beamen. En misschien schrijvers en regisseurs ook wel een creatief vak is bijna inherent aan onzekerheid. Mm. Je krijgt echt wel een fase van, oh, kan ik het wel, doe ik het wel goed? En ik heb eigenlijk nooit onzeker. Nee. Ik moet heel eerlijk, dit heb ik nog nooit aan iemand verteld. Denk behalve aan Alexandra, waar ik heel veel mee schreef. Dat ik altijd bang was dat het mysterie toch niet klopte. Mm. Dat er een raadsel was of dat iemand dat dan zou zeggen van, hey, maar dit klopt niet. Want het hing zo aan elkaar van raadsels en puzzels. Het werd steeds ingewikkelder. Ik dacht, ik moet er echt... Maar klopt het nou dat je ook zelf heel lang niet hebt geweten wie er in de kist zat? Dat was toch op een gegeven moment zo'n vraagstuk? Jawel. Dat Appie in de kist keek, zat iets heel engs. Maar dus nooit laten zien wat erin zat. En ik dacht, volgens mij weet je het zelf. Jawel. Ja? Ja, zeker. Want wie dan? Rufus. Rufus? Dood. Nee, niet dood, maar wel tijdelijk uitgeschakeld. Oh, wow, freak. Dit was wel oprecht een van de vragen die zo vaak voorbij kwam. Ja. Ik denk naast het, waar was Joyce? Is het wel echt een van de meest gestelde vragen? Ja, maar die is heel helder. Die was voor ons ook wel helder toen de tijd. Nee, maar in het begin was het allemaal nog redelijk overzichtelijk. Maar steeds als je dan verder puzzelt en puzzelt. Want daarom ben ik heel blij ook met Alexandra. Die heeft ook geschiedenis gestudeerd. Oh, wauw, ja. Die was echt, dat ik haar gewoon af en toe ook moest bellen van, hoe zat het ook weer hiermee? Hoe zat het ook weer daarmee? Ja. Dus dat snap ik. Maar weet je nu alles hoe het zit? Of ben je nu nog steeds bang dat je zo'n vraag krijgt waarvan je denkt, Maar die angst zit er wel, hoor. Ja. Tuurlijk. En dat merk je nu ook aan de vragen. Mensen zijn zo oplettend. En dat is echt fantastisch. Maar dat ik daardoor echt denk, ik weet niet of ik alles nog weet. Het is natuurlijk ook al wel weer lang geleden. Nou ja, en ik voor de podcast ging ik nu eens even terugkijken, maar het lukte echt niet. Over onzekerheid gesproken. Ik vond het echt heel moeilijk om naar mezelf te kijken. En dat ik echt dacht, oh nee, ik vond het niet goed. Dat blijft, je blijft gewoon kritisch. Maar dat maakt het ook dat je uiteindelijk goed werk levert. En je groeit, het is ook maar een momentopname. Dank je. Ja. Nee, maar dat is het ook. Ik bedoel, zeker. Ik speel zelf ook, als ik iets terugkijk van een paar jaar geleden, dat doe ik ook liever niet. Nee. Maar ik ben nu hopelijk wel verder dan toen. Ja, nee, dus, dat is ook zo. Ik kan me ook voorstellen dat het wel moeilijk is hoor, maar... Maar het is Anubis is natuurlijk toen uitgezonden. Het werd ineens. Werd het ineens een succes? Of niet ineens, ineens? Het duurde eventjes. Ja, het duurde even. Maar ik denk
na 30 afleveringen of zo. We hebben ook een reshoot gehad, hè? Ja. Mogen we dat zeggen? Ja, tuurlijk. We hadden volgens mij 1 of 2 blokken opgenomen. Mm-hmm. En wat Anna zei, er zat niet de juiste mensen op het juiste moment op Anubis. En daardoor werd het ook te serieus en kwam het niet helemaal tot z'n recht. Dus toen hebben we eigenlijk de eerste 2 blokken, toen Dennis erbij kwam, opnieuw opgenomen. Maar er was al een uitzenddatum op Nickelodeon. En toen hebben wij verzonnen dat de banden gejat waren. Om het al een beetje spannend te maken. En daardoor hadden we dus een legale reden om later op zender te komen. En toen hadden we de smaak te pakken. En toen ging het heel snel, volgens mij. Ja. Maar wij kregen dat ook niet helemaal mee, hoor. Want wij waren gewoon keihard aan het werken in Antwerpen en in Nederland. Blijkbaar gebeurde daar iets. Dat kregen wij pas veel later door. Ja, ik weet nog wel dat ik de promo zag van Nienke die omdraait het huis met het shot. En dat ik echt toen al, ik was 6, toen al dacht, ik moet dit zien. Ik weet dat ik de eerste aflevering al voor de tv zat en dacht, ik weet niet wat het is, maar ik moet het kijken. Oh, cool. En ik ben nooit gestopt. Ik was 6. Jong. Ja, als ik terugdenk, dan denk ik ook, ik weet niet waarom ik dit mocht kijken. Het is nu 9+, namelijk, ja, volgens mij. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Maar toen, ja, ik weet niet. Dat was zo spannend. Het zat al in de sfeer van de promo dat ik dacht, ik moet het kijken. En ja, dat shot toen, waar jij het over hebt, over Nienke, volgens mij heeft Dennis die ook gedaan. Maar dat gaan we zo even kijken. Nee, maar dat was ook, het was zo'n unieke mix tussen spanning en humor en drama. Ja. Ja. Weet je, dus dat was gewoon lastig te vinden. Dat is iets wat Dennis jij gewoon heel goed kan. Ja, altijd heel goed. Van dat je aanbelt bij die enge buurman en dat je gaat verstoppen en dat je in je broek moet plassen van het lachen en van de spanning tegelijk. Ja, precies, dat is een beetje de sfeer van de Anubis. En dat wist jij en Dennis heel goed te vinden. Ja, en die balans is lastig, want je wilt niet te eng maken. Hoewel er nog wel mensen zijn die het te eng vonden, maar die hou je altijd. Maar je wilt niet te spannend maken en je wil al die dingen voelen, drama en de humor en de spanning. Is gewoon lastig. Ja. En supergoeie cliffs. Want wij hadden altijd de dag daarna op het schoolplein hadden we het weer over. Van, oh, hoe gaat het dan morgen? Hoe gaat het dan door? En ja, dat was echt, ja, we hadden het nergens anders over. Anubis was echt ons hele leven. En nu nog steeds merk ik ook in alle reacties. En ja, hebben jullie dat trouwens door? Dat het nu ook nog steeds zo, ja, met sing-along misschien. Maar dat vroeg Antje ook. Had je kunnen bedenken dat het Huis Anubis nu nog steeds zo groot en belangrijk is voor mensen? Ik heb het nu pas door. Wij hebben echt in die periode in een soort bubbel gezeten in België. We waren alleen maar daarmee bezig. Alleen maar met schrijven en met opnemen en noem maar op. Ik vind het daarom zo mooi dat nu die singalong er was en dat we nu dit doen. Ja. Dat we nu, ik voel nu echt van, het heeft echt veel gedaan bij mensen. Dat heb ik niet gehad in de periode dat ik er zo in zat. Nee, het is moeilijk te vatten, denk ik. Zeker als je er middenin zit. Ik denk dat ik het nu ook pas voor het eerst meekrijg in hoeverre je het mee kan krijgen. Ja. Want het is zoiets verbonden met mijn leven en met mijn werk wat ik toen deed. Dus ik beleef dat ook heel anders aan Anubis dan de fans. Mm-hmm. Want iets wat heel melancholisch, nostalgisch is, dat is een andere. Voor mij was het gewoon een periode uit mijn leven. Maar voor jullie was het jeugd. En ik weet wel, de jeugdseries die ik kijk, hoe waardevol dat is. Maar ik ga dat nooit kunnen koppelen aan. Nee. Ja, snap ik. Nee. Ja. Maar het is wel belangrijk, hoor. Dus voor heel veel mensen. En ik denk inderdaad, Anne, die heeft het ook al gezien met de singalong. Ja, maar ik stond daar ook gewoon zo in een soort van, ja, ik hoor dit wel. En de fans van de Anubis zijn echt fantastisch. Dat heb ik al die jaren heus wel gemerkt. Maar hoeveel voel belangrijk, dat is moeilijk om te, ja, om dat echt te vatten. Mm-hmm. Maar daar zit ook misschien een beetje bescheidenheid wel in. Dat je er ook niet helemaal in daarin wil gaan zitten of zo. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Zeker. Maar jullie mogen absoluut wel trots zijn op wat jullie hebben gedaan. Want ik zie het nog steeds in feestjes, verjaardagen. Het wordt gewoon allemaal nog steeds, de muziek wordt afgespeeld. We hebben het er nog steeds over. En voor mensen hebben het natuurlijk ook nog gewoon diepere betekenis. Zoals in, het was een uitvlucht, ook voor mezelf. Het was zo belangrijk. En ja, wel heel tof om te horen. Wat ik me nog heel goed herinner is een moment dat ik met mijn dochter Lou naar Anubis keek. Zij was toen volgens mij 9. En toen beleefde ik echt het verhaal om het te kijken vanuit haar ogen. Zij was woedend toen ook Fabian en Joyce een keer gingen zoenen. Hoe heb je dat kunnen bedenken? En ik ook in 1 keer geconfronteerd worden met veel jeugd, eigen trauma's, verdriet, moeilijke dingen die daar allemaal in verwerkt waren. Dat krijg ik nu ook nog beter mee. Want als je midden in het proces zit, zit je gewoon het te doen. Ja. Maar nu,
nu kun je met reflectie daarnaar terugkijken. En dat moment dat ik met haar keek, toen kwam het echt binnen. Ah, oh, wat tof. Ja, dat was echt, was heel mooi. Hoe zitten we eigenlijk met de tijd? Want ik heb nog heel veel vragen. Niet heel veel tijd meer. Zullen we er anders gewoon eentje doen om af te ronden? Hebben jullie iets meegenomen van de set? Ja? Ja? Het oog van Horus. Ah, tof. Heb jij nog iets meegenomen gestolen? Nee, ja, ik heb wat kleren gekregen van Amber en een pyjama of zo. Maar ik weet dat onze regisseur, Dennis, die heeft wel wat meegenomen van de set. Een van mijn favorieten. Requisieten. Ja, serieus. En waar ik ook wel eigenlijk best wel trots op was toen we dat hadden bedacht. Oh, dus je wil hem terug. Laten we Dennis even bijhalen. Dennis! Nou, ik ben alleen bang dat hij hem gaat bewegen. Daar ben ik bang voor. Waar heb ik het over? Ja, wij hadden meerdere regisseurs bij nummers, maar eigenlijk maar één echte hoofdregisseur. En dat is Dennis Bots. Wat superleuk dat je even kan aanschrijven. Ja, ik vind het ontzettend leuk om het te zijn. Dat... Want jij hebt het hele begin meegemaakt. Dus je hebt een aantal seizoenen gedaan, maar ook de films. Zonde. Ja, ik heb eigenlijk alle seizoenen gedaan. Ook van de nieuwe serie van Anubis, die daarna is gekomen. En ik heb alle drie de films gemaakt. 2 speelfilms en 1 televisiefilm. Ja, en ja, voor jou, Dennis, zijn er ook vragen binnengekomen? Oh, toch? Nee. Ja, een aantal. Maar we willen toch even weten wat hij heeft meegenomen. Ja, dat is wel een goeie. Dat we daarover... Ja, big maar eens op, Dennis. Wat heb jij gejat van de set? Nou, ik heb een aantal dingen meegenomen. Omdat ik namelijk van alle films wil ik altijd een herinnering hebben. Dus ik heb van de films heb ik het boekje van Graaf Rohan. Maar ik heb ook het enorme standbeeld van Egbert-Jan Weber. Maar die is een beetje uit elkaar gevallen. Je had gewoon elke dag Egbert-Jan Weber in je kamer staan. Nee, die stond niet in mijn kamer. Nee, die staat in de opslag. Want die vond ik heel leuk om te hebben. En ik heb van Terugkeer van Sibuna heb ik nog die blaaspijpen. Ik wil eigenlijk mijn beeld ook wel. Nee, die zijn toch ook allemaal bevroren in het pad? Ja, die zijn er dus. Die heb ik dus niet. Oh, nee, die heb cool ik niet. Oké, maar wat heb je dan? Dat was wraak van Argus trouwens, dat jullie allemaal geplastificeerd waren. Oh ja, nee, dat was Lucien versteend. En wij werden versteend. Oh ja, maar jullie waren versteend inderdaad. Ja, maar dat klopt. Was later gedaan, in de nabewerking. Dat is in de nabewerking gedaan. Dat was niet echt een stenen beeld, dat was... Ik weet het een niet. Effect was dat. We hadden maar 1 echt stenen beeld toen. Oh, en die heb jij? Nee, die heb ik niet. Nee, ik heb alleen van Graaf Rohan. Oh, ja. Maar we hadden van, volgens mij, Vincent. Ik weet het even niet meer. Oh. Van Mick. Maar daar hadden we het niet over, nee, Dennis. Nee, sorry. Ja, iets anders wat beweegt, wat niet mag bewegen. Nee, ik heb op een gegeven moment, wat ik ontzettend leuk vond. Er is een maquette gemaakt van het Huis Anubis. En die heb ik op een gegeven moment gekregen. In Bruikleen. Ben ik heel erg goed aan het verzorgen dat die nog steeds bestaat. Dat is wel heel tof. Dat was die scène toch, dat als we erop tuften dat er zo water op het raam kwam. Dat was echt een van de... En dat er rook uit het schoorsteentje kwam, waar ik echt... nog steeds nachtmerries van heb, want het werkte voor gemeten. Oh ja, maar dat hebben we heel lang over gedaan. Ja, we hebben echt met rookmachietjes erin en het werkte niet. Heel geduldig hebben we op die set. Ja. Maar oké, we weten het. Annie kijkt een beetje jaloers. Je had het huisje ook wel graag mee willen hebben. Ja, heel graag. Ja, ik zie het. Binnenkort eens even bij Dennis kom inbreken. Baas boven baas. Vertel, welke vragen zijn er voor Dennis? Ja, Jana vroeg zich af, welke Anubis film vond je het leukste om te regisseren? Ik vond ze alle drie eigenlijk heel leuk om te regisseren. Maar de allerleukste was wel voor mij Pad de 7 Zonden. Omdat wij, ik weet niet eens meer, had jij dat bedacht? Of hoe ging dat? We hadden bedacht, we gaan Lord of the Rings maken. Maar dan voor heel weinig budget. En toen hebben we echt alles uit de kast getrokken om er echt een heel spectaculaire Lord of the Rings film van te maken. In heel weinig dagen. En dat was wel heel bijzonder voor mij. Dat ik echt kon uitpakken zonder dat ik eigenlijk de ruimte had om uit te pakken. Het was ook echt de leukste film om te maken. Het was te gek. Het was dat echt moeras. Gaaf. Er was een heel moeras in de studio. Ja, weet ja je dat nog? Had ik geroepen. Ik ben helemaal fan van de Neverending Story. Oh ja. En in de Neverending Story heb je het moeras, het Swamps of Sadness, waarin het paard verdrinkt. Ja, En toen zei ik, ik wil een moeras in de studio bouwen. En dat hebben we vrij creatief opgelost. Maar we hadden wel een hele studio volgebouwd met pallets om een moeras te creëren. Maar en knap gedaan, hè? Want je ziet niet aan de lucht het verschil met de andere locaties. Die buiten waren, dat heb je echt heel goed gedaan. Ja, zie je het niet? Heb je dat niet gezien? Ik heb echt alleen volgens mij in een behind the scenes ooit gezien en toen Anne het overnieuw vertelde, het was vergeten. Ik dacht,
Huh? Ja. Ja, dat hoezo moest wel dat? In één keer goed, hè, Dan? Weet je dat nog? Ik mocht er maar één keer inspringen. Jullie mochten maar één keer inspringen, ja. Want met pruiken of zo, ook iets heel lulligs, ja. Waarom het dan niet meerdere keren kon. Maar dat was een hele tof met de kraan erboven. Ja. Dat was een hele toffe draaidag. Ja, dat was echt te gek. Een hele leuke set, ja, om te doen. Ja. Ja. Kan ik me voorstellen. Dat is ook mijn favoriet hoor. De Pater Zeef Zonde. En je zei al, het waren weinig dagen. Jana vroeg zich ook af, hoe lang duurde het om die film te filmen? Ja, het Pater Zeef Zonde, als ik het goed heb, is 19 dagen gedraaid. What? Ja, oké, okay, dat is kort. Ja. Dat is heel kort. Dus ik had een heel creatief systeem bedacht dat we alle locaties 2 of 3 keer konden hergebruiken. Dus als we de ene kant opdraaiden, dan was het moeras. Dus dan renden ze naar het moeras. En de andere kant opdraaien, dan stond de poort. Waar ze dan door de andere wereld in kwamen. En dan weer echt 10 meter verderop stond dan een enorm stokkenspektakel. Ja, waar Fabian bijna dat is waar. Gespiest werd. En zo heb ik echt elke locatie 3 keer kunnen gebruiken in de film. En daardoor konden we echt heel snel en grondig te werk gaan. En dan ben ik ook zelf weken voor door de Ardennen gaan rijden om op zoek te gaan naar de beste locaties om deze film te maken. Wauw, de magie van film. Ja. Gewoon allemaal dezelfde set. Thibaut vroeg, wat vind je de beste Anubis-scène die je ooit hebt gemaakt? De beste Anubis-scène die ik ooit heb gemaakt. Dat vind ik een hele ingewikkelde, want ik heb ontzettend veel ja. Anubis gedaan. Maar die iconische scène waar we het net een beetje over hadden, dat Nienke uit Nienke bij het huis. dat was echt iets wat ik heel graag wilde, dat huis eigenlijk op eraf kwam. Dus ja. Die scène die is echt voor mij heel belangrijk geweest en die wordt er continu herhaald. En wat ik ook heel mooi vond, er is een remake gemaakt in Duitsland en in Amerika en ze jatten echt letterlijk exact hetzelfde shot. Oh, wat grappig. En terecht. Het was ook een heel tof shot. Ja, dat is ook gewoon omdat ik ben fan van Steven Spielberg. En het is een retro zoom, heet dat. Bekend van Jaws. Oh ja. En dat kan je niet altijd in Nederlandse films of series toepassen. Maar dat is nu juist het leuke van de Anubis. Dat je dat soort magische momenten kunt creëren. Ja, heel vet. Janine vraagt, waarom denk jij dat het Huis Anubis zo'n succes is geworden? Het is zo'n succes geworden omdat het dagelijks was. Elke dag een spannend avontuur en een mysterie met een lach en een traan. Maar ook karakters waar je van kan houden. Dus vandaar ook de credits voor Angelie die echt een briljant script idee heeft bedacht. Waar alles bij elkaar valt. Dus het is echt ontzettend griezelen, spanning. Maar tegelijkertijd ook weer heel hard kunnen lachen meteen daarna. Omdat de karakters gewoon heel grappig, humorvol zijn. En die mix, die balans, die is in het Huis Anubis echt briljant. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Mette vraagt, welke acteur verraste je het meest tijdens het draaien? Waarom krijg ik al moeilijke vragen? Dat kan positief en negatief zijn natuurlijk. Dus, Nee, ik vond het ontzettend leuk om met alle acteurs te werken. Omdat ze allemaal echt aan het begin van de carrière stonden. Ahmed had al wel iets meer gedaan, die Appie speelde. Maar nu juist de jonkies, de nieuwe cast, die vond ik ontzettend leuk. Omdat ze zo eager waren om alles te doen. En ja, ik heb zelf een beetje mijn favoriete karakters. Maar het ligt niet alleen aan de acteurs. Maar ik was ontzettend fan van Amber. Omdat die gewoon zo alles eruit flapte en totaal de verkeerde kant op kon gaan. En ook op een moment, dat is ook een van mijn favoriete scènes, dat er moet een proef gedaan worden. Is heel belangrijk, maar Amber is op dat moment alleen maar bezig met een verkiezing. Wie wordt dus de schoolvertegenwoordigster? Nee, we moeten nu naar de winkel. Ja, dat is een ontzettend karakter en dat kon ze zo goed sterk spelen. Dus. En jij was eigenlijk ook wel heel goed met Fabian en Nienke neerzetten. Die relatie, die spanning tussen hun. Je had ook koosnaampjes voor ze. Fabian noemde je Foepsje en Nienke was Noemke. Foepsje en Noemke of zo. Ja. En op het moment dat je dat zei, dan wisten zij ook. Oh, we moeten een beetje dat liefdesverhaallijntje doen. Ja. En dan deed je ook een beetje trucjes uithalen dat ze elkaar net te lang in de ogen moesten aankijken, zodat ze een beetje gingen giechelen. En dat shot gebruikte je dan als beginnende verliefdheid. En jij was daar wel heel goed ja, in. Ja, ik was heel erg aan het uitdagen om juist die blikken te krijgen. Ja. En dat het niet alleen maar spel is, maar dat je ook de lol ziet. En ons en ook plezier. Echt bang maken.
Ja, bang maken. Schrikken. Oh. Maar Dan, dat is wel leuk voor iedereen om te weten. Dennis is zelf een groot kind. Ja. Nee, maar die speelt gewoon elke dag. Nee, ik bedoel het niet. Ik bedoel het echt complimenteus. Want hij is gewoon elke dag aan het spelen. En als je ziet waar het budget wat er uiteindelijk was voor Anubis. En als je de effecten ziet. Dat is allemaal door zijn vanuit in de garage dingen willen uitvinden. En aan elkaar lassen. En hoe kunnen we dit effect? En daardoor is het... Ja, is het ook echt fantastisch om naar te kijken. En heel bijzonder dat het voor dat budget en in die draaitijd zo rijk is eigenlijk. Ja, en Dennis had ook heel erg een bepaald soort enthousiasme. En die wist ook heel goed sfeer te creëren voor ons. En dat, omdat wij zo jong waren en zo hard aan het werk waren, was het ook super belangrijk dat het voor ons ook leuk bleef. Dus dat het ook een beetje grappig mocht zijn. Dat je gekkigheid mocht uithalen. En Dennis was wel van de kattenkwaad op de set, waardoor we daar ook heel veel zin in hadden om gewoon lekker... je wist ja, eigenlijk, toch? Spanning en humor hadden we heel veel. Dus ja, waterpistooltjes werkten soms heel goed. Oh ja, als we dan... En tegelijkertijd dan ook weer soms gewoon spannende geluiden of enge geluiden maken. Of, dat je midden in de scène en dan ging je gewoon nat spuiten. En dan moest je gewoon door met je. Maar er gebeurde dan wel iets. Ja, dat is waar, ja. Dus kijk uit, hè. Je weet nooit wat hij gaat doen hier. Dus, ik wil heel graag weten wat Iris haar bloopers waren. Oeh. Nee. Jawel. Had ik niet. nou, Iris, ja, jawel. Zeg eens haute couture. Iris had bepaalde woorden die ze niet kon uitspreken. Vogel, zei ik. Vogel, ja. Nee, ik kon nog steeds niet. Haute couture. Haute couture. Dat hebben we heel lang verstilgelegen. Maar dan hadden heel veel acteurs, hoor. Want, en dan sta je daar dus met Maar weet je wat er gebeurt? Even ter verdediging. Als je hersenen één keer iets fout zeggen, dan blijft dat herhalen. Zeker als er nog een hele set staat en tijd en actie. En die versprekingen hebben we echt wel veel gehad, hè? Ja, zeker. Ja, we hebben heel veel leuke bloopers gehad. Ook de halve decor is op een gegeven moment naar beneden gekomen. Met Pad ter Zeven Zonden. Pad ter Zeven Zonden, waar we in de grot. Waar we in de grot, en die grot die moet op een gegeven moment instorten. Mm. Vette en dat was een hele mooie scène. Ik was, en ik was er heel gespannen voor, want dat was heel spannend. Want dat konden we eigenlijk maar één keer doen. En we zijn aan het repeteren en ik zeg actie en de god komt naar beneden. Maar per ongeluk of dacht iemand heeft per ongeluk de knop ingedrukt. Oh, en toen hebben we echt gewoon 4 uur een compleet god opnieuw moeten opbouwen voordat we weer de scène konden draaien. En hoe lang was onze draaidag toen, Dennis? Dat was een hele lange draaidag. Ik geloof dat 16 uur of zo bezig zijn geweest. Ja, we hebben ook heel veel overgewerkt. Gewoon ook vaak, hoor. Maar ook heel veel lol gehad daarbij dan. Ja, ja tuurlijk. Gelukkig. Die Pad ter Zeven Zonden was het allemaal waard. Ja, zeker. Nice. Ja, ik heb eigenlijk nog maar één vraag. En dat is die van Kai. Wat is je mooiste herinnering aan Anubis? Oeh, mijn mooiste herinnering aan Anubis. Nou, mijn mooiste herinnering is dat als ik was op een Leids studentenfestival. En daar waren te vroegen de studenten, want ik was de jury. En die vroegen aan mij van wat heb je gemaakt? En toen zei ik, nou, ik heb dit gemaakt, ik heb dat gemaakt. Ik heb Huis Anubis gemaakt. En ik zie echt die ogen allemaal omhoog gaan. En ze waren allemaal, jij bent mijn jeugd geweest. En dat is eigenlijk mijn mooiste Anubis herinnering, dat je een avontuur maakt waar kinderen zo mee hebben geleefd dat als ze op een gegeven moment student zijn, dan nog steeds daar mee bezig zijn en dat nog steeds herinneren. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk je mooiste herinnering. Want je probeert echt iets spannends en iets creatiefs en iets cools te maken. En als dat dus werkt. Maar was dat dan voor jou ook het moment, net zoals wat Al net vertelde, van toen besefte ik me pas van wat we hebben gemaakt? Of had jij tijdens het draaien al door van dit is... Tijdens het draaien had ik wel al zoiets van dit is iets heel bijzonders. Omdat, zoals Angelie al zei, ik ben een kind. Ja. Een beetje. Ik ook. Ik ben nog steeds in contact met de 12-jarige ik. En als ik dat als kind had gezien, dan had ik die serie had ik op televisie willen hebben. Dus daarom kon ik ook helemaal volledig erin losgaan. En kon ik de meest creatieve, gekke ideeën erop loslaten. Zoals
een heel parcours onder Anubis creëren van met 8 wandjes. We hadden 8 wandjes om dat hele, hoe heet het ook alweer? Het pad van Isis beneden. Onder in de kelder. Met die dubbele wand? Oh. Ja, met al die opdrachten. Ja. Ja, en dat kan je meestal niet doen in Nederlandse series. Of ja, en bij Anubis wel. Wij bouwden steeds meer uit in die studio. Het werd steeds groter. Ja, we kregen op een gegeven moment ook de tweede helft van de studio's erbij. Dat ja. klopt. Hier gaan we bouwen. Ja. Wauw. Er is dus ook nog fanmail, nou geen mail, echt fanbrieven binnengekomen. En je hebt er een paar uitgekozen voor ons. Ja, het leek mij heel erg leuk als we een beetje nostalgisch dingen konden opsturen. En dat is echt wel flink gedaan. We hebben niet alles nu, maar alles wat er is ingestuurd, dat komt ook echt terecht bij de juiste personen. Maar ik dacht, dit zijn misschien wel wat leuk om eventjes te zien en te lezen. Kijk nou. Bambi Bambi, ja, dat was Bambi mijn Bambi. Naam. Ja. En wat heb jij? Nee, maar kijk, dit zijn hangertjes met Sibuna voor altijd. Oh, wat cute. Het is echt zo lief. Ah, wat leuk. En ik zag hier een leuke brief van. Jij had het net over waar je onzeker van werd. Dat je dacht, weet ik wel alle antwoorden van het mysterie wat ik ooit heb bedacht. Heb ik hier een goede vraag voor. Namelijk, in de serie was te zien dat Victor op een oude foto in een fotoboek stond. Dit zou bewijzen dat hij al boven de 100 was. Hij had het eeuwige leven. En waarom probeerde hij dan toch steeds een nieuwe levenselixer te maken? Oeh. Nee, want het was de vader van Victor die gewoon exact op hem leek. En je moet dus gewoon om de zoveel jaar een elixir nemen, anders werkt het niet meer, toch? Zoiets. Hij had helemaal geen eeuwig leven. Victor was er wel naar op zoek. Ja, dat wou die. Ja. Ah, dus de jonge Victor. Ja, we snappen het helemaal check. Goed. Ja, je bent er door. Anne, wat heb jij? Ja, een fantastische kaart van Esmee. Met dus die hangertjes voor ons allemaal een tekstje. Ik zal het eerste stukje even lezen. Mede dankzij jou en jullie als Anubis cast heb ik zo'n fijne jeugd gehad. En maak ik nu nog de mooiste momenten mee met vrienden die ik door jullie ken. Om jullie na al die jaren met de vrienden terug te zien bij de Studio 100 Singalong was echt waanzinnig. Oh, en leuk. Dan nog voor ons allemaal een tekst. Al wat ontzettend lief. Zo lief. Heb jij ook nog een brief? Ja, ik heb een hele lange brief. En eigenlijk staat daarin wat jij ook al zei aan het begin. Voor deze hebben we ook in de jeugd heel veel betekend. En dat het veel meer was dan alleen een serie kijken. Maar dat ze er echt steun uit hebben gehaald. Omdat ze konden identificeren met de personages. En dat ze daar kracht uit kregen. Dus dat is superleuk om dat terug te horen. Van Ellen. Kusje Ellen. Oh. En die heeft een fanaccount, Ambi Bambi. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dankjewel. Nou, superleuk. Ouderwetse podcast. Postcultuur. Ja, ik heb zoals jullie zien iemand uitgenodigd. Want ik ben natuurlijk een fan van Anubis, maar er zijn nog veel meer superfans te vinden. Mij leek het wel leuk om jullie kennis een beetje te testen. Of dat de fans of de cast meer weet van het Huis Anubis. Dus ik weet niet, Iris, hoeveel jij nog herinnert van... Ik heb geen idee. Ja, super. Je verrast me hier totaal mee. En ik weet echt niet of ik meer ga weten als een superfan. Je hebt natuurlijk wel nog wat teruggekeken. Dat gaat misschien wel helpen. Maar we hebben voor deze eerste ronde, Anne en ik, redelijk... Nou, nog wel simpele vragen opstelt, zou moeten lukken. Jullie, En wie is onze superfan? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik ben Aniek. En, hoe oud ben je? Ik ben 19 jaar. Oké, en hoe oud was je dus toen je Anubis keek? Oh, dat was... Ik heb het heel lang gekeken. Ik ben begonnen denk ik in groep 3. Oké. En toen hadden we op school al meteen een Huis Anubis clubje opgericht. En we speelden het elke pauze. En, echt waar? Wie was jij? Ik was Nienke. Ah. Nienke. Uiteindelijk heb ik gevochten om Amber. Maar ja, je verloor. Ik ben Nienke gebleven. Ah. Ja, vanuit daar hebben we van alles gekeken. De films, de serie. Theatershow zijn we nog geweest. Dus nu is het vooral heel erg nostalgisch. Oké, helder. Ja, ik vind het wel spannend worden hoor. Ik heb 10 vragen met Anne bedacht. 11 als jullie dadelijk een gelijk spel hebben. Jullie hebben een bordje. Mogen jullie gewoon... Veel is meer keuze hoor. Dus we maken jullie wel echt heel makkelijk nu. No pressure. Ik ben wel fanatiek hoor. Ik ook. Dan okay, ik ook. Okay, let's go. Maar dat is ook een goed iets. Want de verliezer...
Dat hebben we nog niet verteld. Wat? Ja, nee, er is wel een komma. Die blijft vannacht in het huis Anubis slapen. Ja, dat. Het huis Anubis. En jij weet hoe dat is. Ah. Is er eentje? Ja. Ja. Wij gaan dadelijk gewoon weg. Gezellig. Dan... Nee, dat durf ik echt niet hoor. Serieus niet. En we moeten ook een beetje opschieten, want Victor die komt zo thuis. Laten we gelijk beginnen. Oei, ja. Dus no pressure, focus en chat. Sorry. Oké, vraag 1. Maak de zin af. Pas op voor de zwarte... A. Vogel. B. Raaf. Of C. Kraai. Dit is heel makkelijk. Ja, dat zeg ik toch ook. We moeten een beetje inkomen. 3, 2, 1. Laat maar zien. Oh. Ja, A. Vogel. 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 Vogel toch gewoon. Pas op voor de zwarte vogel. Vraag 2. Oh, houden we dit erop? Of? Je mag het uitschrijven. Ja. Ja. Kijk, enig zit gewoon op die pen. Fantastisch. Vraag 2. Wat is Victor's tweede naam? Zullen we anders gewoon zonder meer keuze doen? Kijk of je ze schrijft weet. Al! Wil je meer keuze? Nee, wacht. Oké. Okay. Victor, puntje, rode naam. Maakt het uit hoe je het schrijft? Ik heb dyslexie, dus het staat bij mij als het verkeerd. Klinkt, dan is het goed. Je mag het erbij opzeggen. Oké. Okay. 3, 2, 1. Emmanuel. Emmanuel, ja. Rodemaar. Ja, allebei goed. Joehoe. Ja, Anne houdt de punten goed bij. Top. Hebben jullie de liedjes trouwens ook een beetje in je hoofd zitten? Nee, die ken ik niet. Nee, wij hebben laatst nog een carpool gedaan, Roos. ja, absoluut. Maak de songtekst af. Kom, wees dapper en ontrafel. Die focus. Je schrijft wel snel, hoor. Je bent echt... Ja, ik ben fanatiek. Ja, zo. Ja, hij gaat heel snel. Jij denkt, ik slaap hier niet vannacht. Nee. Oké. Okay. Ja, oh. Laat me zien. Die geschieden niet. En dat gaat heel hoog. Ja, die geschieden niet. Ja, precies. Waarom zong jij eigenlijk die intro niet? Ja, zijn we weer klaar? Ja, maar door. Ik ga de meer keuze denk ik gewoon even weglaten, want anders wordt het te makkelijk. Hoe noemt Victor van Swieten altijd? Wacht. Een nachtje Anubis. Nee, ja, wacht. Amietje. Ja. Had je dat ook geschreven? Ik had amigo eerst. Maar ik weet niet hoe je dat schrijft. Amietje is Latijns voor vriend, toch? En amigo is Spaans voor vriend of zo. Nee, zat in de buurt. Zat in de buurt. Maar I'll take the loss. Ja. Of hoe noem je dat? Eén puntje voor. Dus nu is... We moeten streng zijn. Ja. Is goed. Maar dus de tussenstand voor nu? De tussenstand is 4-3. Oei. Oké, we gaan door. Hoe heette de club? De club van de oude... Ja, als je dit niet weet, Iris, dan weet ik het ook niet. De oude eik. Ja, de wilg. Heel goed. Nou, volgende keer gaan we echt moeilijker maken hoor, Anne. Wat is de achternaam van Joyce? Iris weet echt te veel. Zij mag volgende keer niet meer meedoen. Maar zij heeft het pas weer gekeken. Ja, dat is waar. Vals spelen. Ja, van Bodegraven. Heel goed. Yes. 6-5. Voor Iris. Oei. Mia, kom maar door. Met wie deelde Mick een slaapkamer? Die van lachjes ook. Het roept zoveel dingen op. Dit weet ik niet zeker. Ja, daar kwam jij natuurlijk vaak, hè? De kamer van Mick. Zeker. Ja, dat is Fabian. Wij ruilden gewoon, Fabian en ik. Hij lekker benieuwd, hè? Ik ben Mick. Oké, zeker verhaallijnen die wij kennen. Maak de zin af. Over 5 minuten wil ik een puntje kunnen horen vallen. Heel snel. Ja, nee, dit gaat goed. We hebben het er net nog heel veel over gehad, over het pad der zeven zonden. Hoe heette de graaf? Daar heb je me. Ik heb het net nog. Ja, ik weet gezegd. Het. Je zei het net nog. Ga je trauma's even langs? Ik weet het niet meer. Dat was graaf het. Rohan, ja, inderdaad. Jongens. Hey, jongens. 9-7. Oei. Ja. Oei. Het is gedaan al. Maar één vraag eigenlijk. Tenzij we nog heel leuk voor de bonusvraag willen gaan. En dat we daar gewoon een hoger puntaantal aan doen. Nou.
Laten we dat doen. Oké, dat is een beetje spannend. Oké, 10. Wat voor dier is de god Anubis? Iris, ik vind het heel vervelend. Jij moet volgende keer maar gewoon de vragen maken. Ik heb mijn huis echt al goed gedaan. De regisseur zat hier net, als ik het allemaal niet zou weten, dan zou ik echt mijn werk niet goed hebben gedaan, hoor. Tenminste, ik hoop dat het goed is. Ik heb echt iets gegokt. Nee, het is een jakhals. Jakhals, ja. Hond, jakhals, ik vind het één. Voor vijf punten. Hatsenflans, vijf. Ja, dus je kunt nog winnen. Oh, hey. Het kan nog zijn dat Iris hier gewoon blijft slapen. Hoe lang in minuten en seconden, dus je mag minuten, comma, seconden doen, duurt de eerste aflevering op Videoland? Jij begint ook meteen met schrijven. Eerste ingeving. Gewoon wel, bam. Wel de secondes ook, hè? De secondes? Ja, ook de secondes. Want ja, je zou maar een seconde dichter in de buurt zitten. Oeh, iets wat Iris niet gelijk weet. Ik heb geen idee. Heb je? Ik heb. Heb je hem? Ja, laat maar zien. 12 minuten en 30 seconden. Ja. Oh. Nee, dus het Aniek wel. Nee, wacht. Nee. Toch Iris. Ja. Nee. Het was 12 minuten en 20 seconden. Dat maakt de uitslag 15 voor Iris en 7 voor superfan. Oei. Aniek. Is niet goed voor mijn ego. Iris, wauw. Maar 12 minuten vond ik al knap dat je dat wist. Ja, dat is al Nou, fijn. Ja, toch? Gelukkig, dankjewel. En je kan beter van een Anubiser verliezen dan van een andere superfan. Dat klopt. Het zou toch heel raar zijn als ik dit allemaal niet meer zou weten. Dat klopt. Nou, dus heel graag tot de volgende keer. En jij succes vanavond, hè? Sterkte. Ja, dankjewel. Wel triste. Eén mysterie, 1000 vragen. Dit is het huis. Anubis, meer geheimen. Alle dagen, dit is het huis. Anubis, kom mee stappen en beluister de geschiedenis van het huis Anubis.